In een druk bezochte ballroom van Royal Torarica is gisteravond de vierde Crow Burgos Accountancy scriptieprijs overhandigd aan winnares Audrey Boussia. Ze schreef haar masterthesis, A View from the Inside, Assessing Risk Culture of the Government Pension Fund in Suriname, namely Pension Fund Suriname, welke als beste wordt gekozen door de jury van deze scriptieprijs. Boussia concludeerde dat het risiconiveau van het pensioenfonds niet volwaardig is. Jurylid Eblaine Franchi zegt dat deze thesis een goede bijdrage levert aan het vakgebied. Het geeft volgens hem aan hoe beleid geïmplementeerd kan worden in de praktijk. In the maturity level, according to the model of Hilsen, is the novice level. The novice organization, according to the model of Hilsen, is experimenting with the application of risk management, but has no formal or structured generic process in place. Usually to a small number of nominated individuals, they adhere to a few informal risk management requirements. Although they are aware of the potential benefits of managing risks, the novice organization has not effectively implemented risk processes and is not gaining the full benefit. Therefore, arising from the findings above, one of my recommendations to Pension Fund Suriname is to do the circle of diagnostic. The circle of diagnostic. The first step is to ask ourselves, where are we now? The second one is, where do we want to be? And the third step is, what needs to change? The fourth step is to design and implement risk culture change program. And the last step is to assess changes in risk culture and repeat step one. En hoe implementeren we beleid en hoe implementeren we dus een bepaalde cultuur in organisaties. Dus niet alleen het beleid is belangrijk, maar hoe gaan we de vertaalslag maken van beleid naar praktijk. En praktijk, hoe embedden we een beleid binnen organisaties. Dat is één. En twee is, wat heel mooi was, is de student heeft gedurfd hele mooie conclusies. Want vaak zijn we in Suriname, durven we niet te zeggen ja of nee en dan laten we het allemaal in het midden. Maar ik denk dat in deze scriptie ook gedurfde conclusies zijn gekomen over de toepassing van bij de toepassing van de theorie door aan te geven dat de organisatie die onderzocht is nog niet geheel ready is en de methodologie die behandeld is in de scriptie nog niet volledig embed is in de organisatie. De prijs die Boussia heeft gekregen bestaat uit een award en een geldsbedrag van 45.000 SRD. De prijzen zijn overhandigd door de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, Chantal Reiziger, director task van Crowe Burgos Accountants en Romeo Burgos, managing partner van de organisatie. Roemer vindt dat het werk van Boussia moet dienen als een voorbeeld voor andere organisaties. Ik denk dat het goed is dat op grond van hetgeen is gepresenteerd, en ik zag, heb ik het goed onthouden, culture, gedragingen en attitude. En als ik dat zie, dan geloof ik dat we moeten zeggen dat wij mensen met onze vijf zintuigen, dat deze gedragingen, attitude, dat we daar niet mee geboren worden. Met andere woorden, wat heel duidelijk is, we zullen het moeten gaan aanleren. We zullen het moeten aanleren, evenals ook moraliteit en integriteit. Dat zijn ook dezelfde eigenschappen die je eigenlijk moet gaan inbedden in een organisatie. En dat behoort niet tot de zintuigen waar we mee zijn geboren. Dus eigenlijk moeten we een zesde zintuig ontwikkelen. Op grond van dit document zie ik, want u hebt het vooral ook over culture, gedragingen en attitude. Ik moet zeggen, fantastisch. Maar het is ook heel belangrijk, ik haal dit aan, zodat we weten dat het uitgaat van accountants. Maar er is meer nodig dan we in de accountantsgroep moeten verwachten, want die gedragingen die zijn heel belangrijk en de attitude. Ik moet zeggen, fantastisch en ik hoop dat
dit werk een trigger kan zijn voor heel veel organisaties die inderdaad nu stellen dat we risk-based zijn, maar vooral ook om de awareness tot stand te brengen. Het doel van deze scriptieprijs is om studenten te stimuleren om te kiezen voor de studierichting accountancy, alsmede te motiveren zich door middel van onderzoek te verdiepen in dit vakgebied. Theses die meedingen naar de prijs moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo moeten ze met minimaal een 8 als 1 cijfer zijn beoordeeld door de desbetreffende onderwijsinstelling. Boussia heeft haar opleiding afgerond aan de FHR Instituut voor Higher Education.